Van de middeleeuwse kerk is bekend dat men een leugentje om bestwil niet schuwde. De gewoonte raakte dermate ingeburgerd dat het een naam kreeg. Pia Fraus, ofwel vroom bedrog. De bedevaart naar het graf van apostel Jacobus, Sant Iago, in Noordwest-Spanje berust op een dergelijke onwaarheid. Het is op zijn zachts gezegd onwaarschijnlijk dat Jacobus de Meerdere, broeder van Johannes de Evangelist, in Santiago de Compostela begraven ligt. Niettemin is zijn graf vanaf de middeleeuwen tot op de dag van vandaag doelwit van een overstelpend aantal pelgrims. Omstreeks 1120 verwonderde een ambassadeur van een Almoravidische emir zich over de drukte. De toeloop is zo massaal dat je op de weg nog nauwelijks enige bewegingsvrijheid hebt. Pelgrimage was een algemeen aanvaard aspect van het geloof. Een zoektocht naar God en het bovennatuurlijke. Bij een bezoek aan een heilige plaats waar God zich ooit had gemanifesteerd, waande men zich in diens aanwezigheid. De wonderbaarlijke genezingen op deze heilige plaatsen bevestigden Gods bemoeienis met het aardse Tranendal. Reden te meer een bedevaartplaats te bezoeken. God zou zich tenslotte opnieuw kunnen openbaren. Als we daar de belofte van de kerk omtrent het verwerven van zielenheil aan toevoegen, is het duidelijk dat pelgrimeren werd beschouwd als de allervoortreffelijkste zaak. Wie gingen er, naast de door de kerk aangewakkerde pelgrims, op stap? Gelukzoekers en avonturiers, zelfs misdadigers, gestuurd door de overheid, gingen op weg. Bedevaart als penitentie. Onder de vele bedevaarten die zich in de middeleeuwen aandienden, is die naar Santiago het beroemdst. Was het aangespoelde scheepje op de kust van Galicië met het onthoofde lichaam van de apostel niet het ultieme bewijs van Gods betrokkenheid? De Jacobusverering is uitgegroeid tot een religieus verschijnsel dat de Europese christelijke wereld op tal van terreinen heeft beïnvloed. Denk aan devotie en bedevaartbehoeften, aan cultuur en infrastructuur, aan macht en overheersing. Tegen welke achtergrond heeft de Jacobuslegende zich ontwikkeld en, nog verder terug, hoe verliep het leven van apostel Jacobus? Om ieder misverstand uit te sluiten, het Nieuwe Testament beschrijft twee apostelen met dezelfde Jacobusnaam. Jacobus, bijgenaamd de Meerdere, Major, en Jacobus, bijgenaamd de Mindere, Minor. Jacobus Major, onze Jacobus, was een broer van apostel Johannes. Ze oefenden het vak van visser uit en, weinig verrassend, waren niet fijnzinnig besnaard. Evangelist Marcus noemde hen zonen van de donder. Geestdrift kan de twee niet worden ontzegd. Zij vroegen Christus aan zijn rechter en linkerzijde te mogen vertoeven in zijn toekomstige koninkrijk. Christus antwoordde ontwijkend: het is niet aan mij, maar aan God de Vader om dit te bepalen. De vooraanstaande plaats van het tweetal onder de apostelen blijkt als ze samen met Petrus Christus vergezellen naar de berg Tabor. Ze zijn de bevoorrechte getuigen van de transfiguratie, ofwel gedaanteverandering, tijdens welke Christus in een wolk gehuld sprak met Elia en Mozes. Een van de laatste Bijbelse mededelingen is de nachtwaken met Christus in Gethsemane. Jacobus viel in slaap. Jacobus komt in 8 Bijbelversen ter sprake. In
Handelingen van de Apostelen tenslotte komt hij op bevel van koning Herodes in het jaar 44 door onthoofding om het leven. Volgens een zekere Abdias, een niet te herleiden apocryfe bron ten tijde van Christus, predikte Jacobus, alvorens ter dood te worden gebracht, in Judea en Samaria. Het succes van zijn verkondiging was oorzaak van zijn terechtstelling in Jeruzalem door de gevestigde orde. Hiermee stopt in feite de door de tijdgenoten overgeleverde informatie. Kortom, na de zendingsopdracht en Pinksteren gaat het zicht op de ontwikkelingen in de moederkerk van Judea en op de apostelen grotendeels verloren. Natuurlijk weten we van de reis naar Rome van Petrus, maar hoe verging het Bartholomeus en Simon, om het maar twee te noemen? Een onverdraagbare situatie voor de Joden-Christenen. Het breviarium Apostolorum gaf in de 5e eeuw antwoord. De herkomst is duister. In het Westen vertaalde men twee eeuwen nadien een Byzantijnse versie van het manuscript en voegde men er teksten aan toe. Het geschrift bevat een apostelcatalogus met wederwaardigheden. Waar hadden de apostelen gepredikt? Hoe en waar waren ze gestorven? Waar waren ze begraven? En op welke datum werden ze herdacht? Jacobus zou het evangelie in Spanje hebben verkondigd en na zijn gewelddadige dood te Jeruzalem in Acae Marmarica, een tot dusver betwijfelde locatie, mogelijk in Tripolitanië, zijn begraven. Een Italiaanse pelgrim, een zekere Antoninus van Piacenza, schreef omstreeks het jaar 570 dat Jacobus op de Olijfberg was bijgezet. De overleden Jacobus begon als het ware aan een raadselachtig nieuw leven. Als we dit proberen te ontrafelen, komt Jeruzalem, de plek waar Jacobus voor het laatst in levende lijve is gesignaleerd, als eerste in aanmerking. Jeruzalem is een verhaal apart. Het is de bakermat van het Jodendom en het Christendom. Voor de islam is de stad heilig. Juist door deze status als religieus centrum van de drie volkeren van het boek, zoals de islamieten zeggen, is Jeruzalem onnavolgbaar. Van de vele monumenten in de stad is de islamitische koepel van de rots het onweerlegbare hoogtepunt. Voor christenen is de Heilige Grafkerk het belangrijkst. Volgens de overlevering is de kerk gebouwd op de plek waar Christus zowel gekruisigd als begraven is. Sinds de 4e eeuw stromen pelgrims toe.